Een van de dingen die je ziet bij onze ruimtelijke planning is dat we heel erg sterk denken in plekken. Een parkje in de buurt, een grote park verderop, een groot groen gebied nog weer verderop. Terwijl als je kijkt naar hoe mensen en natuur de ruimte gebruiken, dan maken ze allebei gebruik van netwerken. Net als dat water stroomt via netwerken. Dus als je denkt in netwerken, dan denk je in het gebruik van het systeem. Dus het integraal denken, dat is het woord wat dan natuurlijk dan onmiddellijk opkomt, zowel inhoudelijk als ruimtelijk. Nou ja, dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de groene metropool.